Welkom bij Boomacademie. Ga naar www.boomacademie.nl om in te loggen op het platform. Wanneer je inlogt, zie je alle licenties waar jij toegang toe hebt, ook wel methoden, verschijnen op de startpagina. Wanneer je een licentie wilt toevoegen, klik je op Licentie activeren. Hier vul je de activatiecode in die door Boom Hoger Onderwijs is verstrekt. Hierna klik je op Activeren. De licentie staat nu bij jouw andere licenties op de startpagina. Klik op een omslag om een licentie te openen. Via de drop-down bovenin het scherm kun je makkelijk naar andere licenties navigeren. Het eerste wat je ziet binnen de licentie is de docentenhandleiding. Klik op Downloaden om deze te bekijken. Wanneer je naar beneden scrolt, zie je alle modules waar de licentie toegang toe geeft. Klik op een module om deze te openen. Bovenaan de paragraaf kun je de bronnen die bij de paragraaf horen bekijken. Bronnen waar docent voor staat, zijn bronnen die alleen voor docenten beschikbaar zijn. Als docent kun je zelf bepalen wanneer je deze bronnen wilt inzetten. Bronnen waar geen docent voor staat, zijn beschikbaar voor zowel docenten als studenten. Wanneer je op Alle bronnen klikt, zie je een overzicht van alle bronnen binnen de methode. Klik op Bron toevoegen als je nog eigen materiaal wilt toevoegen. Je kunt hier een bestand van jouw computer uploaden of een URL toevoegen. Geef de bron een titel. Kies of je de bron alleen voor jouw collega-docenten of voor jouw collega-docenten en jouw studenten beschikbaar wil maken. Selecteer een module en eventueel een paragraaf en klik op Bron toevoegen. Klik op Inhoud om terug te gaan naar de methode. Binnen een module kun je ook begrippen bekijken die in de paragraaf behandeld worden. Wanneer je op Begrippen klikt, kun je naar begrippen binnen de paragraaf navigeren. Wanneer je jouw muis over een begrip beweegt, kun je de uitleg van het begrip lezen. Aan de linkerkant zie je de inhoudsopgave van de module. Wanneer je de inhoudsopgave uitklapt, zie je de titels van de verschillende paragrafen. Elke module bevat een samenvatting en eindigt met een toets. Via hier kun je naar verschillende paragrafen navigeren. Je kunt ook naar de volgende paragraaf navigeren door onderaan de huidige paragraaf op Volgende paragraaf te klikken. Sommige paragrafen bevatten opdrachten. De opdrachten kunnen door studenten gemaakt worden en eventueel in de klas worden besproken. In de docentenversie van Boomacademie zijn de modelantwoorden van de opdrachten direct beschikbaar. Studenten zien dit antwoord pas nadat ze zelf de opdracht gemaakt hebben. Aan de hand van het modelantwoord kunnen ze zichzelf vervolgens beoordelen. Op het moment dat een student zichzelf beoordeeld heeft, wordt ook de voortgang van de student bijgewerkt. Om de voortgang van jouw studenten te monitoren, kun je aan de linkerkant naar Voortgang navigeren. Selecteer hier jouw klas om de voortgang van jouw studenten in te zien. In dit voorbeeld zie je maar één student. Maar wanneer je kiest om met Boomacademie te werken, zullen al jouw studenten in dit overzicht verschijnen. Je ziet de voortgang op het gebied van studeren, trainen en toetsen. Aan de gekleurde balletjes kun je zien op welke opdrachten studenten voldoende of onvoldoende hebben gescoord. Op basis hiervan kun je bepalen aan welke onderwerpen je eventueel nog extra aandacht wilt besteden in de klas. Aan de linkerkant kun je ook navigeren naar klassen. Hier krijg je een overzicht van al jouw klassen binnen de methode. Als je een klas wilt toevoegen, klik dan op Klas toevoegen. Als de klas al bestaat, vink je de klas aan en klik je op Klas toevoegen. Bestaat de klas nog niet, geef de klas een naam en klik dan op Klas toevoegen. Door middel van het delen van de klascode met jouw studenten, kunnen zij zichzelf toevoegen aan jouw klas. Je kunt de klascode kopiëren door op de kopieerknop te klikken. Om een overzicht te krijgen van jouw klas, klik je op de drie ronde puntjes aan de rechterkant. Hier zie je een overzicht van alle studenten en docenten die aan deze klas gekoppeld zijn. Als je een student wilt verwijderen uit jouw klas, klik je op de drie ronde puntjes aan de rechterkant achter de naam van de student en klik je op Verwijderen. Wanneer je bovenin op het Boomacademie-logo klikt, keer je altijd terug naar de startpagina. Je kunt nu aan de slag!